Als je zou zeggen dat deze opname onder water was opgenomen, dan had ik het ook geloofd. Het was Sam C. in de Felix Jan remix. Je luistert naar In Holland Radio. In Holland Radio. Je kunt meekijken via wereldhavendagen.nl of natuurlijk gewoon luisteren via 93.9 FM in Holland Radio. En dat onderwatergedoe, dat is wel het terrein van Peter. Peter, goedemiddag. Goedemiddag, met Peter hier. En dat hele onderwatergedoe, dat klinkt al heel leuk. Ja, jij weet alles over de onderwaterwereld, want je werkt namelijk bij, of je bent eigenaar van een duikbedrijf. Ja, dat is correct. Ik ben mede-eigenaar van duikbedrijf COW, wat gevestigd is in Vianen en een vestiging in Rotterdam. Oké, dus je hebt eigenlijk veel gebieden. Maar wat doet een duikbedrijf hier in de havens? Wat wij specifiek in de haven doen, en wij doen dat voor havenbedrijf Rotterdam, ook voor gemeente Rotterdam, waar we contracten mee hebben. Ja. Wij doen daar hoofdzakelijk inspecties voor en montagewerkzaamheden. En die inspecties zijn in hoofdzaak zeg maar toegespitst om te zorgen dat het hele areaal van en zowel het havenbedrijf als van de gemeente in goede conditie blijft. Dus dat alles op en top in goede staat blijft. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een leek. Dus het klinkt voor mij echt een soort van Japans. Wat moet ik zien? Ga je sluizen onderhouden? Nou, zorg je dat de stuwwanden... Kan je het iets concreter uitleggen? Ja, kan ik uitleggen. En hey, daar zitten inderdaad onder andere sluizen bij. De Hartelsluis is zeg maar een object wat wij onder handen nemen. Maar wij doen zeg maar heel veel inspecties. Dat zijn de kaderwanden. Hè? Dus zeg maar de wanden waar de schepen aan aanleggen. Die zijn veelal van staal. Ja. Vooral in het stadgedeelte als in... Als verder in de havens. En wij doen zeg maar visuele inspecties. Duiken dus. Zie me dan voor me dat je één keer in de week met een heel team gaat plonzen en gaat kijken waar je nog aan moet werken. Hoe weet je waar je naartoe moet? Wij zijn dagelijks in de haven aan het werken. Soms wel met twee boten tegelijk en nog eens een keer met een bus. Wow. En we hebben ook nog een collega duikbedrijf, dat is Smit Waalhaven, waar we dat contract samen mee hebben. Zeer gewaardeerde collega van mij. Ja. En wij zijn dus samen in de hele haven bezig en dat is gewoon dagelijks. En we worden gestuurd door onze opdrachtgevers, dus door het havenbedrijf. En die vertellen ons ook exact wat ze van ons gedaan willen hebben. Maar Peter, ik kijk eventjes achter mij. We staan in het Luxor Theater, dus ik kijk recht uit op de rivier waar de Erasmusbrug overheen gaat. Ja. Hoe kan je hier duiken? Het is hartstikke donker. Hoe kan je dingen zien onder water? Hebben jullie daar speciale uitrusting voor? Het is heel anders dan Curaçao zelf bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Dat is een aquarium. en de Erasmusbrug, dat is dan geweldig leuk. Want zelfs met de aanleg van de Erasmusbrug heb ik daar zelf nog gedoken. Dus dat zijn leuke dingen. Maar in ieder geval, je vergis je daarin. Dat het zicht in de stad is wat minder dan. Hè? Dus zeg maar bij de Erasmusbrug, naarmate dat het stroomt, dat het tij naar buiten gaat. Ja. Hè? Dus dat het eb wordt. Dan is het zicht allemaal wat minder. Maar helemaal achter in de haven heb je echt een enorm zicht. En dat heeft mede te maken ook met hoe wij tegenwoordig met z'n allen met het milieu bezig zijn. Waar we echt goed, zeker weten dat het daarmee te maken heeft. Kan je dat echt zien, het verschil? Ook, ja, enorm goed kun je dat zien. Ook aan de... Het marine leven, zeg maar, de vissen, de beestjes die voorkomen enzovoort, dat speelt echt een enorme rol. En we weten allemaal dat havenbedrijf Rotterdam is enorm bezig om met het milieu mee te gaan. Dus die zijn enorm bezig met allerlei alternatieve zaken om dat milieu te beschermen. En dat werkt dus voor ons heel prettig, want daardoor kunnen wij wat zien onder water. En kunnen wij dus onze opdrachtgevers ook laten zien wat wij zien. En daar gaat het feitelijk om natuurlijk. Ik zit heel even te visualiseren, Peter. Ja. Ik zie jou vormen met een duikpak, met lood eraan en misschien wel zo'n cameraatje dat je een beetje kan zien hier onder water. Maar jij bent een doorgewinterde duiker. Als je ook zegt dat je in Vianen hebt gezeten. Hoe noodzakelijk was het dan om hier naar Rotterdam ook nog te komen?
Nou, voor ons is dat heel noodzakelijk, vind ik. Heel mijn familie komt uit Rotterdam, dus ik heb sowieso al een hele zware binding met Rotterdam. Ik ben de enige met mijn drie zussen die daar niet vandaan komen, omdat mijn vader militair was. Maar gezien het werk, gezien wij zijn een duikbedrijf. En nou ja, goed, waar zit het water? En waar zit het werk? Dat zit natuurlijk in Rotterdam, ja. Het kloppende hart natuurlijk. En ja, goed, dus daarom was dat zwaar noodzakelijk. We hebben een paar werkbootjes ook. Ik heb nog één vraag wat ik me heel erg afvraag. Je zei namelijk, je ziet onder water leven. Wat is het allerlijpste wat je ooit hebt gezien, Peter? Het allerleukste? Ja? Wat ik echt heel mooi vind om te zien is, nou ja goed, en die gaan we in Rotterdam niet zien dan, maar dat zijn van die grote zeeschildpadden. Dat is zo ontzettend mooi om te zien. Maar in de haven van Rotterdam, wat geweldig mooi is om te zien, dat zijn kreeften. Die je ook af en toe gewoon ziet. Ja, dus dan kun je nagaan hoe schoon of het water is. Dat is echt bepalend. Voor de zeeschildpadden dus moeten we toch nog eventjes door naar Curaçao. Ja, dan gaan we weer terug naar Curaçao. Die gaan we daar niet vinden. Nee, helaas joh. Ja. Peter Bosman van duikbedrijf COW, dankjewel voor je tijd. Ik heb het heel graag gedaan en heel veel succes met de uitzending verder. En graag tot de volgende keer.